RKC is het Eredivisie seizoen niet goed begonnen. Nee, gaan ze degraderen? Nee. Nee, gaan ze niet doen. Nee joh. Nee joh. Nee hè? Nee. Ze zijn niet goed begonnen. Ja, dat is altijd het begin. Opstartproblemen. Nou ja, weekend. 3-0. 3-0? Ja. Wie gaat ze maken? Weet ik niet. Okay. Dat weet ik, dat maakt niet uit. Ze hebben niet meer aanvallen bij, hoor ik. Dus, Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. Waar zou dat dan aan liggen? Te weinig kwaliteit? Ja, dan komt de nak terug. Nak is terug, dan is het gebeurd, hè? Natuurlijk niet. Nee? Nee, hoor. RKC is goed, dus komt goed. Er zijn Govrik nog zoveel wedstrijden te gaan. Ze moeten wel even warm lopen. Als je daar warm zijn, jongen, dan gaan die als een kanon. Ja. Europees voetbal dus. Nou, kan ook overdrijven, hè. Kan ook overdrijven. Laten we nou zorgen dat we erin blijven en niet naar de keukendivisie gaan. Nee. Gaan ze handhaven? Ja, zeker, natuurlijk. Ja. Begon niet zo goed, hè? Nou, dat maakt er niet uit, PSV uit. Ik kan het nog gehad hebben. Ja. We gaan dan zaterdag kijken tegen Groningen thuis, dan beginnen het, hè. Okay. Gaan ze winnen? Ja, denk het wel, hè. We gaan kijken, hè. Dus we gaan supporteren, we gaan ze aanmoedigen. En PSV is geweest, dat is klaar. Dus en wat dat betreft heb ik daar veel vertrouwen in. RKC speelt dan komend weekend thuis tegen Groningen. Wat denkt u dat daar de uitslag van wordt? Een gelijkspel, denk ik. En dan tot slot, op social media lees je nog veel verzoeken aan de technisch directeur om toch nog meer spelers te halen. Wat vindt u daarvan? Ja, het is net een lange hoeveel geld ze hebben natuurlijk. Ja. Daar gaat het over. Als ze niet hebben, dan kan ze niet halen. Nee.